was Europees kampioen in 2006. Hachime, de finale is begonnen. Het zal hoe dan ook een spectaculaire finale worden. Twee Russische stijlen tegen elkaar. Judokas die goed kunnen overnemen en goed kunnen tillen. En dat staat vaak garant voor spektakel. Mate. Ik vond de Rus erg veel indruk maken vandaag. Mooie punten gescoord. Ik zie dat beide judoka's graag dichtbij judoën. Dus de tegenstander naar zich toe proberen te trekken. Dat is echt de Russische stijl. Japanners judo veel meer van voren. Dus met gestrekte armen op de borst. Rechtop. En je ziet deze jongens gebogen staan. Veel naar de rug zoeken. Heel laag. Moeten ze mee oppassen. Dat mag tegenwoordig niet meer. Mag niet met je neus op de mat. Geen straf. Publiek gaat klappen. Wil actie zien. Mate. Eens kijken of de scheidsrechter het met hen eens is. Ja hoor. Een rolletje wegens passiviteit voor beide judoka's. Het aftasten moet afgelopen zijn. Overgaan tot actie. Wit-Rus zoekt weer naar de rug. Die twee eentjes linksbovenin betekent allebei een straf. De nullen zijn de scores. Er is dus nog niet gescoord. Bij nog een straf erbij komt er een yuko op het bord. Voor de ander. Ja, aan één kant heeft de Rus, aan één kant van het hoofd. Het wordt dan bijna getild. Hij pakt ook de broekspijp vast. Daar zijn nu ook wat strengere regels voor. En hij krijgt daar ook een straf voor. Dat mag niet. Je moet met de hand in de knieholte pakken. Je mag niet het textiel alleen vastpakken. Nieuwe regel dit jaar ingegaan. Ze zijn er in ieder geval strenger op gaan letten. Je mag niet meer de broekspijp vastpakken. Hier die omklemming van die arm. Nu pakt hij wel de knieholte. Er staat dus nu een yuko bij wit. Shundzikau staat een yuko voor. Vanwege de twee bestraffingen voor Nifontov. Klemt die arm weer. Mag het niet te lang doen, want dan kan hij voor bestraft worden. Wordt gehaakt. Yuko? Ja, yuko. Het is weer gelijk. Vallen op de zij betekent yuko. De Rus haakt zijn been om het been van de Wit-Rus en laat zichzelf dan naar voren vallen en brengt hem aan zijn zij en dat is een yuko. Stand is gelijk qua scoren, maar niet qua straffen. Ja, ja, goed doorgedraaid. Mooi. Hij draait hem zo terug en het is afgelopen met de tsutomi. Een opofferingstechniek pakt deze 22-jarige Rus, Ivan Nifontov, de wereldtitel. Prachtig gedaan. Prachtig gedaan. Eerst de Europese titel in Tbilisi dit jaar en nu de wereldtitel in Rotterdam. Een supertalent. Ivan Nifontov uit Rusland. Hij was heel aftastend aan het judo. Gaf niet te veel ruimte weg aan de Wit-Rus. Werpt hem uiteindelijk met een sumigeshi in offertechniek. Ivan Nifontov
wereldkampioen in de klasse tot 81 kilogram. Spectaculair punt. Ippon. Niks, geen beslissingen van scheidsrechters. Gewoon echt Ippon op techniek beslist. Je ziet waarschijnlijk nog een keer de offworp. Sumigeshi grijpt naar de band. Gaat zelf dan eerst liggen en werpt zijn been tussen de benen van de tegenstander. Zo over zich heen naar de rug van de Wit-Rus. Je zal nog een keer zien dat hij met de rechterarm gaat hij naar de band toe. Gaat zelf dan liggen en zwaait zijn been op. En heeft dan die band vast en daarmee kan je de tegenstander heel goed controleren naar zijn rug toe. Nog één keer. Je ziet het sterk als je de band hebt. Zelf liggen, je been gebruiken en hem naar zijn rug brengen. Mooie, mooie emotie bij de Rus. Nifontov, wereldkampioen in deze klasse tot 81 kilogram. De klasse van Guillaume Elmond, de categorie van Guillaume Elmond. Elmond die er in de eerste ronde al uit lag. Ivan Nifontov is de wereldkampioen. Nifontov de